Een medisch team vertrekt vandaag naar Antonio de Brinco, een Okansdorp in het Tapanahoni-gebied dat door goudmijners wordt bewoond. In de afgelopen periode zijn er 36 positieve COVID-19 gevallen in het gebied genoteerd. Dit zegt Herman Ginti, algemeen directeur van de medische zending. Hij geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met Frans-Guyana over de missie naar Antonio de Brinco. Het medisch team moet de zorg in dat gebied helpen garanderen, zegt Ginti. Op dit moment hebben we op locatie reeds mensen van de Citizens Council. Dat is een orgaan die op sociaal gebied bezig is met de Braziliaanse gemeenschap hier in Suriname. En die organisatie is op dit moment bezig op de werkvloer te kijken naar de mensen. De mensen die verschijnselen vertonen, positief waren, zijn inmiddels opgevangen in een van de hotels daar. En de mensen die zieker worden, die zullen heel binnenkort de faciliteit hebben op Lawa Tabiki, waar we dus een medische voorziening zullen stationeren. Waar het medisch team zal zitten, zodat de mensen van dichtbij worden gemonitord. Als de mensen ernstiger ziek worden, is het de bedoeling dat vanuit het vliegveld van Lawa Tabiki deze mensen getransporteerd worden naar Paramaribo. De medische zending verwacht in de komende periode een toename van het aantal positieve COVID-19 gevallen in het Lawa en Tapanahoni gebied. Daarom is de concentratie voor medische hulp van de medische zending nu ook op Stoelmanseiland gericht. Daar zijn er 17 personen positief getest. We zijn bezig voor te bereiden een station op Stoelmanseiland, waar we hebben aangegeven dat de medische faciliteit daar zal dienen als een isolatieplek voor mensen die positief zijn verschijnselen vertonen. Terwijl we druk bezig zijn met de districtscommissaris en het traditioneel gezag te kijken naar een faciliteit voor quarantaine. Voor mensen die dus gewoon positief zijn en niet ziek zijn. We zijn druk bezig te kijken naar de voorziening om het helemaal klaar te krijgen. Want ook daar zijn we voornemens om wanneer de mensen ziek zijn en niet meer ter plekke geholpen kunnen worden, om gelijk per vliegtuig te worden getransporteerd naar Paramaribo. Herman Ginti, algemeen directeur van de medische zending. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. De medische zending verwacht een toename van COVID-gevallen in het binnenland.